Ja, en dan gaan we dan wel even voor naar de achtertuin van een familie in IJmuiden. Want de Telegraaf schrijft vanochtend over de familie Jonker. En daar staat bij, schattig snuitje tegen de ruit. Het gaat namelijk over hun achtertuin dus. En daar heeft deze vos, Louis, zich genesteld met zijn twee enorm schattige jongen. Het zijn heerlijke beelden, het is een mooi schouwspel, maar het is hoogst ongebruikelijk. Vossen zijn sluw, maar ook schuw. En dus is zo'n tuin echt helemaal geen plek waar ze normaal te vinden zijn. Bij de familie Jonker dus wel. En dus belden wij even met de vrouw des huizes, met Ilse, over hun bijzondere gezinsuitbreiding. En toen zag ik een vos constant heen en weer lopen. Toen ben ik eens goed naar hem gaan kijken, want hij loopt echt langs het glas. En toen zag ik zijn tepeltjes wat groot. En ik zag hem ook met een muisje richting mijn zijkant van mijn serre. En hij sprong steeds tussen de serre en de schutting in. En toen dacht ik van nou, misschien is er wel wat aan de hand. We verzorgen ze niet. Het zijn wilde dieren. Ze zijn ook schuw. Ook al lijkt het alsof ze heel tam zijn, maar dat zijn ze absoluut niet. En nee hoor, hij moet lekker zelf voor zijn kleintjes zorgen. Nou, leuk zo'n huisdier. Dus ja, nee, ik denk dat dat ook wel komt omdat mensen steeds vaker dieren in het wild gaan voeren. En dat moeten we natuurlijk niet doen. Want ze moeten ook schuw blijven, want wij zijn gewoon gevaarlijk voor beesten. Ja, maar denk aan onze auto's. Ja, precies. Maar volgens mij in dit geval wordt het vos niet gevoerd door de bewoners. Nee, door de bewoonster niet. Nee. Maar het feit dat deze vos zo dicht bij de mens komt, dat hoort natuurlijk niet. Dus elders is die misschien wel gevoerd. Ja. Goed, we gaan door naar het weer. Naar het weer, dat is prima.